Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe One Color Challenge video op mijn kanaal. En ik moet zeggen, ik denk dat dit toch wel een van mijn favoriete Sims is geworden hoor, in deze serie. Ik heb natuurlijk al een hoop kleurtjes gedaan en we zijn nog lang niet klaar. En sowieso moeten er van sommige kleurtjes ook nog mannen worden gemaakt. Van oranje moet er ook nog een vrouw worden gemaakt. Dus we gaan voorlopig nog even door, maar dit keer met de kleur grijs. Er werd gevraagd om grijs, er werd gevraagd om zilver. Nou kan je zilver niet aanvinken in het filter, maar grijs wel. En het is toch een beetje hetzelfde. En het was iets wat in de vorige video dus het meest werd gevraagd. Maar het is ook een kleur die volgens mij, als ik me goed herinner, wel vaker om werd gevraagd. En dan kom ik al meteen bij een uitdaging. Want hoe maak je een sim helemaal gebaseerd op de kleur grijs zonder dat het oudbollig wordt, zonder dat het iemand is die eruit ziet alsof ze in de overgang gaat of zelfs al bejaard is, zonder dat het te grauw wordt. En nou heb ik wel ontzettend mazzel dat grijs haar vorig jaar en misschien dit jaar ook nog wel echt een trend is geworden. Dat het, ja, om als jong persoon je haar grijs te verven, dat is helemaal hip geweest. Of misschien zelfs nog steeds, ik weet het niet helemaal zeker. Dus daar ben ik een beetje aan gaan nadenken. Ik heb deze sim daarom ook expres een heel jong en lief gezicht gegeven. Vervolgens gekeken naar een kapsel die ik echt heel hip vond. En toen bedacht ik me opeens dat misschien een hoofddeksel ook wel leuk is. Het is niet iets wat ik vaak gedaan heb. Want ik denk volgens mij alleen bij mijn Random Genetics Challenge video's dat mijn sims hoofddeksels hebben. Ook bij Beleef het Samen heb ik een keer een man gemaakt. Die heeft volgens mij ook een hoed op. Maar ja, het is dus niet iets wat ik vaak doe. En toen ik haar deze hoed gaf, er zit aan de zijkant ook een klein strikje. Toen dacht ik, oh, ik vind haar nu al leuk. En ik heb nog niet eens kleding gegeven. Dus ik kon een beetje de wat ja, hippere kant op, een beetje de flottere kant op. Dus ik vond het heel leuk om met haar aan de slag te gaan met de kleur grijs. De alledaagse outfit vind ik erg leuk. En zometeen krijg je die formele outfit te zien. Ik zag de jurk al heel snel en ik dacht, die moeten we doen. Het is natuurlijk nu nog winter. Het is een beetje, ja, het doet me een beetje aan denken aan ijs. Sneeuw met die glitters die aan de bovenkant zitten. Ik denk, dit is gewoon perfect voor deze sim. De feestoutfit vind ik ook heel leuk, want daar heb ik de kousen en de laarzen van wasgoed accessoires gebruikt. En zo heb ik dus de hele sim aangekleed met grijs. En ik vind het gewoon heel bijzonder geworden dat ondanks dat alle outfits grijs zijn en haar haar is grijs en de ogen zijn een beetje blauw-groen grijsachtig, ik vind er helemaal geen grauw, saai, duf, oudbollig persoontje geworden. Het is gewoon een van mijn favoriete kas-sims geworden. Dus iedereen die grijs aan mij gegeven heeft voor deze challenge, bedankt daarvoor, want zonder jullie had ik haar dus nu niet zo gemaakt. En natuurlijk wil ik weer een nieuwe kleur hebben, want wie weet kan ik mezelf de volgende keer ook positief verrassen. Dus laat een nieuwe kleur achter in de reacties. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan vooral. Daar maak je mij heel blij mee. Like de video en dan komt er volgende keer dus weer een nieuwe kleur. Maar ja, welke? Ik ben benieuwd. Laat het weten.